Vanmorgen verzamelden zo'n 50 kunstenaars en studenten onder leiding van actiegroep State of the Arts voor het station van Bilzen. Ze organiseerden een wandeling naar het asielcentrum van Grote Spouwen, dat onlangs in brand werd gestoken. Met deze solidariteitsactie willen ze hun ongenoegen uiten over het beleid van de Vlaamse overheid. Er zijn bepaalde waarden serieus aan het verdwijnen en daar willen wij voor opkomen, we willen die verdedigen en we willen daardoor aansluiting zoeken bij een breder veld, bij de sociale sector en naar die plekken gaan waar dat er urgentie is, waar dat er echt het discours van de overheid een impact heeft op mensenlevens. Want een gebouw in brand steken, dat vind ik wel echt een heel gewelddadige aanval op de menselijkheid. Niet toevallig werd er vandaag ook betoogd aan het Vlaams parlement tegen de besparingen in de cultuursector. Toch willen de wandelaars meer dan enkel de besparingen bekritiseren. This is not just a kind of a struggle about the arts or about budget cuts for the arts. It's a larger social struggle that we should start to create links of solidarity and somehow collaborate with other fields which are suffering from the same kind of social ideology. Onderweg werd er af en toe halt gehouden om met elkaar in gesprek te gaan en ervaringen te delen in verband met de besparingen, racisme en sociale uitsluiting. Volgens de organisatie is deze wandeling een eerste in een reeks van vele die zullen plaatsvinden in Vlaanderen. We hebben er verder nog niet gepland. We zijn daar heel open en we willen daar ook heel graag andere mensen bij betrekken. Het idee is er, het is gelanceerd. Vandaag is er de aftrap. We moeten daar ook weer uit leren uit wat we gedaan vandaag. Hoe worden we georganiseerd? Wat kan er beter? Maar het is absoluut een begin. Aan het Vlaams parlement betoogden vanmorgen zo'n 3000 kunstenaars. Minister van Cultuur Jan Bon reageerde eerder vandaag in een gesprek met VRT Nieuws dat hij voorlopig niets aan de begroting zal wijzigen.